Deze nieuwsuitzending die gaat over de LGBT-community, gemeenschap. En zaken zoals gezondheid, waaronder levensverwachting. En inkomen. En opleidingsniveau. Het is een nieuwsuitzending, want ik ben daadwerkelijk even op het internet gaan kijken vandaag. En het is nu 22 november 2019. Een vrijdag. Zo dadelijk ga ik even naar de markt. Ga ik kippenpootjes halen. Ja, om me gelijk met de deur in huis te vallen. En mijn sociale status is momenteel ook niet echt je dat, hoor. Maar ik ben niet dakloos. En ik kan nog naar de markt. En als ik zo dadelijk weer mag werken. Dus ik ben in de ziektewet, hè. Nou, dan zou ik weer iets van 1.000 euro in de maand kunnen verdienen. En ja, daar kan een mens zoals ik van leven. Nee, ik ben even gaan kijken op het internet. Van wat vind ik nou als ik dingen intyp als LGBT en levensverwachting. Nou, de eerste die ik zag, dat is een artikel. En het is van de website. Oh, het is een overheidswebsite, by the way. National Institute of Health. Ja. Is dat dan Engels of Amerikaans? Ik denk Amerikaans. En daar staat een artikel op. En ik weet niet of je het helemaal kan downloaden, maar de samenvatting die staat op het web. En het komt er ongeveer op neer. Dit gaat dan over homoseksualiteit. En dat homoseksualiteit pak een beet. Dat zorgt ervoor dat je 20 tot 30 jaar eerder komt te overlijden. Homoseksualiteit kost je 20 tot 30 jaar van je leven. Nou, strovia, zou ik zeggen. Dat is Russisch voor proost. Kijk, alle mensen die zeggen dat je kinderen ruim baan moet geven om te kiezen voor een homoseksueel leven. Die ouders, die zou je dit artikel moeten laten lezen. Want er is geen homoseksualiteitsgen. Zou raar zijn, want hoe kan je dat door de voortplanting overdragen aan je kinderen als je homoseksueel bent? En ze roepen het wel, hè, in zoveel tijd van ja, nee, ik kan er niks aan doen, want ik ben zo geboren. Ja, dat. Je kan hooguit zeggen, je hebt die neiging al vanaf een jonge leeftijd. En als je die neiging niet naast je neerlegt, dan ga je ook echt dat homoseksuele leven in. En dat kost je 20 tot 30 jaar van je leven. Dat is een statistiek. En dit artikel is gepubliceerd in 1998. Even voor de nieuwswaarde. Ik heb ook geprobeerd om dit te vinden voor transgenders. En nou, dat ziet er
niet goed uit. De hoeveelheid pogingen tot zelfmoord is enorm onder die mensen. En ze zijn vaker betrokken bij geweldsmisdrijven als slachtoffer. Ja. Ja, maar dat komt omdat de maatschappij die transgenders niet accepteert. Nou. Nee. Ik ken een jongen, die is niet helemaal knijs. Dat weet iedereen. Hier in Arnhem. Of iedereen. Die mensen die met hem omgaan. Toen ik nog in de kroeg kwam, kwam ik hem... Ja, regelmatig kwam ik hem tegen. Bepaalde kroegen, daar kwam die dan. Niet in die hele ruige kroegen waar ik kwam. Maar hij kwam graag in die kroegen waar... Ja, ook wat oudere dames ook komen. En zelf gedroeg hij zich ook als een dame. Hij had altijd laarzen aan. Of hij heeft, want hij leeft nog. Hij heeft laarzen aan met hoge hakken en... En dan een soort maillot of dikke panty. En altijd een rokje. Ja, wel zedig. Hè? Niet dat hij in een minirok loopt of zo. Vrouwenkleren. Vrouwenkleding draagt hij. Misschien heeft hij ook wel zijn nagels gelakt. Dat weet ik dan even niet. Het is wel een aardige man. Hij is... Ja... Je kan wel een gesprek met hem voeren. Hij is niet zo geïnteresseerd in jou. Hij is heel erg bezig met zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat hij... op een autisme-test of zo... zou hij ook wel puntjes scoren, hoor. Hij houdt niet echt rekening met zijn omgeving. Maar hij doet geen vlieg kwaad. Hij is gewoon lekker druk bezig met zichzelf. Ja, het is een mentaal geval. Hij zal niet kunnen werken. Dat heeft hij denk ik ook nooit gedaan. Zij leeft al sinds jaar en dag op een uitkering. En, ja. Ik hoorde laatst dat hij in het café tegen iemand had verteld dat hij een ingewikkelde brief had gekregen van de gemeente. En hij maakte zich zorgen over zijn inkomen voor 2020. En die persoon zei tegen hem van, nou, maak je nou maar geen zorgen. Ik kom van de week wel even bij je langs. Ga ik even kijken wat er in die brief staat. En zo nodig bel ik even met de gemeente om te vragen wat er aan de hand is. De mensen helpen hem ook nog. Maar ik ken ook van die transgenders... En die gaan echt het wilde leven in. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan het risico loopt om betrokken te raken in een geweldsmisdrijf als slachtoffer. Maar ik kon van die LGBT... op dat onderwerp kon ik dus niet veel vinden over die levensverwachtingstoestanden. Dat vond ik raar. Er werd wel gezegd van die mensen hebben een veel sterkere neiging om hun leven vrijwillig te beëindigen. En er werd ook bij gezegd dat die transgender operatie... Hoe moet je dat zeggen? Zo'n seksoperatie, hè? En die bijbehorende hormoonkuur, dat is een niet zonder risico's. Lichamelijke risico's. Maar men wist nog niet wat daar de vermindering was in de levensverwachting. Men wist alleen maar dat het ondergaan van zo'n seksoperatie, het is castratie. Hè? Het is castratie en wat plastische chirurgie daarna. En dan hormonen slikken elke dag. Nou, het schijnt heel slecht te zijn voor je lichaam.
Dus het kan geen positief gevolg hebben. Het heeft of geen gevolg en dat kan je eigenlijk niet verwachten. Je moet eigenlijk aannemen, die mensen leven korter door dat wat ze hun lichaam hebben aangedaan. En zij hebben ervoor gekozen om op de operatietafel te gaan liggen en te laten castreren. En zij hebben ervoor gekozen om dagelijks hormonen te slikken. Dat is een vrije keuze. Een vrije keuze die slecht is voor je lichaam. Maar ik kon er geen cijfers van vinden. Ik vond wel bij kijk, ik zal even kijken of ik dan hier wat eruit kan pikken. Oh nee, dit artikel moet ik. Dit gaat dan over. De titel is LGBTQ Issues Across the Lifespan. Dus de zaken waar LGBTQ mensen tijdens hun leven mee hebben te maken. Ja. Staat hier dan dat je als LGBTQ persoon moeite hebt om een leuke baan te krijgen en een leuke baan te behouden. En dan kan je zeggen van ja, dat ligt aan de samenleving. Nou, kijk, de samenleving is niet geïnteresseerd. Vanuit de werkgever, de werkvloer, is niet geïnteresseerd in je seksuele ding. Je werkgever is niet geïnteresseerd in je toestand. Ik weet nog dat ik voor de gemeente, met de gemeente was ik bezig. Ik wilde een uitkering, maar ik wilde ook al werken. En toen zei ze, nou, we gaan eerst kijken of je een baan kan krijgen. En dat is toen gelukt. Dat is mooi. Nou, en toen had ik een sollicitatiebrief geschreven. Gewoon een open brief. En daarin melding gemaakt dat ik aan mijn linkerhand een verkramping heb, zo in mijn pink. En die pink die stond toen nog niet. Daar later zou die veel krommer gaan staan. Inmiddels ben ik eraan geopereerd. Maar die pink die stond toen al behoorlijk krom. En daar had ik melding van gemaakt in die brief. En toen zei de gemeente tegen mij van nou haal dat er maar uit. Want een werkgever is niet geïnteresseerd in het feit dat jij iets mankeert. Dus dat geldt. En daar zullen dus mensen met LGBTQ ook last van hebben. Want je mankeert wat. Hè? Als jij een transgender, als je die T bent. En je laat je dus castreren. Ja, wil iemand een gecastreerde man in dienst? Je stigmatiseert jezelf op een enorme manier. En dan kan jij zeggen, ja, ik kon niet anders. Ja, maar dan nog, voor de buitenwereld ben jij een gecastreerde man. En het ligt niet lekker op de werkvloer. Punt. En jij kan zelf als transgender vinden dat je vrouw bent geworden doordat jij je hebt laten castreren. Maar dat wil niet zeggen dat jij voor andere mensen een vrouw bent geworden. Andere mensen zijn er genoeg die zeggen, nee, je bent een vrouw als je een baarmoeder hebt en eileiders en je wordt elke 4 weken ongesteld. Dat vind ik een vrouw. En een man die zich heeft laten castreren, dat vind ik een gecastreerde man. En die mensen die dat vinden, die hebben een punt.
In die zin dat ze gelijk hebben binnen hun taalsysteem. Dus als jij zegt, voor mij ben je een vrouw als je een baarmoeder hebt en eileiders. Dan heb je punt 1 een heel belangrijk punt van het vrouw zijn te pakken. Namelijk de mogelijkheid om kinderen te baren. Nou, dat kan je zeggen. Voor mij is een vrouw iemand die kinderen kan baren. Dat is jouw definitie van het begrip vrouw. Dat mag toch? En je kan zeggen, ja, ik vind dat begrip vrouw, dat moet aangepast worden. Ja, dat kan jij wel zeggen, maar daar hoeft een ander het niet mee eens te zijn. En als je dan dat begrip vrouw gaat oprekken tot iemand die zich vrouwelijk voelt, en die is dan ook vrouw, en dan ben je de... Ja, dan creëer je de noodzaak om het oorspronkelijke woord vrouw opnieuw... Nou, daar moet dan een nieuwe term voor komen. Dus dan heb je vrouw volgens jou. Dat is namelijk iedereen die zich een vrouw voelt, die is vrouw. En dan heb je nog zoiets als lichamelijk een vrouw. Of orthodoxe vrouw. Of fundamenteel vrouw. Of vrouw zoals het vroeger bedoeld werd. En ik ben een groot voorstander ervan om het woord vrouw helemaal niet aan te passen. En het gewoon te houden zoals het ooit was. Namelijk als je een baarmoeder hebt en eierstokken. Ja, en als het geamputeerd is, dat kan natuurlijk ook, hè, dat je gesteriliseerd bent. Ja, dat betekent niet dat je vrouw af bent, maar dan was je ooit een vrouw. En ja, je blijft gewoon een vrouw. Je bent een vrouw als je XX-chromosomen hebt. Dan ben je een vrouw. Dus een beetje wangslijm afnemen van iemand en... Dan doe je een chromosoomonderzoek en dan blijkt XX, dan heb je vrouwtje. Dat zou ik zeggen. Er is er helemaal geen discussie meer over mogelijk. En een man die heeft XY-chromosomen en als hij zijn penis laat amputeren, heeft hij nog steeds XY-chromosomen, dus het blijft een man. Het is een man met een geamputeerde penis. En als het een man is, omdat hij geamputeerd is aan zijn penis, dat hij dan eist van zijn omgeving dat hij aangesproken wordt met Marieke en dat hij zij genoemd wil worden... Ja, dat is een surnaus. Dat is wat ik vind. Dus. Ja, maar je moet medelijden hebben met die mensen. Ja, dat is heel zielig allemaal. Nee, ik ken homoseksuele mensen en ik ga er mee om. Mijn vrienden zijn heteroseksueel allemaal. En voor mij is de homoseksuele mens, dat is zo'n andere wereld. Namelijk een wereld waarbij seks zo belangrijk is. En dat zegt mij niks. En voor mij is seks iets van ja. Ja, het hoort erbij. En af en toe ben je ontzettend geil. En dan heb je seks met iemand. En dan ben je niet meer geil. En dan denk je, kom, we gaan weer timmeren of zo. We gaan de fiets repareren. Want de ketting die loopt er steeds af. En dan ga je weer dingen doen. Maar je leven bestaat niet uit seks. Dat vind ik. En mensen die dan wel zo'n enorme seksdrive hebben... en die zijn dan biseksueel en van alles. En die hebben de godganse tijd over seks... en die willen het ook de hele tijd met jou doen. En ja, mij zegt het helemaal niks. Ik kan die mensen wel aardig vinden. Ik kan wel een keertje iemand op bezoek hebben... Maar ik zoek er geen contact mee. Totaal anders.
En er staat hier dan ook in dit artikel, maar over dat wat je als in je leven kan overkomen als LGBTQ'er, is dat er van alles misgaat in je familie. Ja. Kijk, als een man en een vrouw bij de ouders komen en die gaan tegen die ouders vertellen dat ze elkaar ontmoet hebben, dat ze willen trouwen, ze willen een gezinnetje stichten, dan vinden die ouders dat in de regel, in 99,99% van de gevallen, geweldig. Want dan komen er kleinkinderen aan, mogelijk. En mensen houden ontzettend van kleinkinderen. Dat is toch heerlijk, heb je weer kinderen om je heen en je hebt niet die dagelijkse zorg. Dus die kleinkinderen die komen alleen maar langs om te logeren en dan is het altijd gezellig. En bij opa en oma mag je altijd een lolly en ja. Maar als ouders dan meemaken dat het kind thuiskomt met iemand van hetzelfde geslacht en die gaat vertellen van ik ga trouwen met Marijke. Ja, dan hebben die ouders van oh, ja, dan krijgen we dus geen kleinkinderen. Ja, nee, maar dan kunnen ze toch alsnog kinderen. Ja, maar het is allemaal geneutel in de marge. Hè, wat ouders in de regel willen is dat hun kind gewoon strontnormaal zwanger wordt van een man met een leuke baan. Een man die elke dag onder de douche gaat. Die netjes met twee woorden spreekt. En als ze dan een zoon hebben, dat die thuis komt met een vrouw die vriendelijk is. Die zoon van hun niet tegenspreekt. Die ook bereid is om wat te doen in de huishouding. Die vrouw dan, hè? Dat scheelt dat aan, hoor, tegenwoordig. Tenminste, wat ik heb gezien, hè? Maar dat wil je als grootouders. Gewoon normaal. Gewoon normale kleinkinderen. Geen geadopteerde kinderen of draagmoederkinderen of whatever. Gewoon normale kinderen. Kinderen. En als je kind dan komt met die homoseksualiteit. Ja, los van het feit. Je weet dan dus ook dat jouw kind wordt 20 tot 30 jaar minder oud. Ja, maar dat wens je je kind toch helemaal niet toe? Je kan het moeilijk verbieden. Dat is ook weer zo. Maar het is wel een teleurstelling voor die ouders. Oh, mijn kind wordt 20 tot 30 jaar minder oud. Ja, nou, wat vind jij ervan, Marie? Dat is toch helemaal niet leuk? En als je kind transgender is, dan moet het geopereerd worden. En ja, de cijfers zijn dan niet bekend, vind ik uitermate verdacht. Die zouden al lang bekend moeten zijn. Ja, maar het mag duidelijk zijn dat het in de loop van de verwachting ligt, in de lijn van de verwachting ligt, dat mensen met een transgenderoperatie, dat die ook minder oud worden, net als homoseksuele mensen. Snap je? Oh, die staat hier ook nog. Lesbische en biseksuele vrouwen zijn vaker obese en roken vaker. Homoseksuele mannen hebben vaker te maken met eetstoornissen, waaronder anorexia, excessief drankgebruik en het gebruik van middelen. Dus cocaïne, van alles. Wat hebben we even kijken, even een stukje lezen. Kijk, staat hier dan. En hier bovenop
hebben doktoren, zijn de doktoren zich niet altijd bewust van het feit dat een LGBTQ, dat daarvan de gezondheids needs, wat ik het, behoefte, dat het anders is dan van de rest van de patiënten. Er zijn zelfs doktoren geweest die hebben aan lesbiennes de pil voorgeschreven. Ja. Ze hebben het heel moeilijk, deze mensen. Het is maar wat. Dan hebben we hier nog een hele leuke. Dan heb ik gekeken naar het inkomen van LGBTQ mensen. En het komt er in het kort op neer dat LGBTQ mensen, die zijn armer dan de mensen die niet LGBTQ zijn. Om het woord normaal eventjes niet te gebruiken. En dat gaat echt behoorlijk. Er staat hier dat, waar gaat hij nou? Een transgender man. Ik heb net gelezen dat onder heteroseksuele mannen was het gemiddelde jaarinkomen $83.000. En in die LGBTQ-gemeenschap was dat $50.000. Het scheelt 25% in je inkomen. Alsjeblieft. En dan zag je ook nog iets. Hier staat dat transgender mensen hebben een 4 keer zo grote kans op een inkomen van minder dan $10.000 per jaar. Dat is heel weinig. En ze hebben een 2 keer zo hoge kans om werkeloos te zijn. En 20% van de transgender mensen zijn gedurende een periode van hun leven dakloos geweest. En dan kan je zeggen, ja, dat komt door de samenleving. Ja. Dan staat hier dan ook nog dat Afrikaans-Amerikaanse lesbiennes, die hebben de hoogste graad of mate van armoede onder de homoseksuele stellen. En deze negroïde transgender mensen hebben een 4 onder, daar komt werkeloosheid 4 keer zo vaak voor. Dat is niet goed voor je inkomen, hè? Kijk, kan ik er nog eentje pakken? En dan staat hier dan, de kinderen met homoseksuele ouders, die hebben 2 keer zo vaak, komt het 2 keer zo vaak voor dat ze in armoede leven dan kinderen van heteroseksuele ouders.
En onder de mensen die, kijken we, de homoseksuele stellen, zitten in Amerika zitten, van 65 jaar en ouder, dus 1/3 is gehandicapt. Lijkt me hoog. En er staat hier ook weer over homoseksuele stellen van negroïde afkomst. Die hebben 3 keer zo vaak leven die mensen in armoede vergeleken met heteroseksuele stellen van blanke, van blanke mensen, white people. Dan staat hier dan ook, 24% van de lesbiennes en biseksuele vrouwen zijn arm. Ze leven in armoede. Terwijl onder heteroseksuele vrouwen is dat 19%. Dus van 24% onder lesbiennes en biseksuelen en 19% bij heteroseksuelen. Dus dat scheelt 20%. Je kan hieruit concluderen dat LGBTQ zijn, en we hebben het nu toch gehad, je gaat er eerder van dood. Je hebt een leven met, ja, je krijgt problemen in je familie, je ligt allemaal niet lekker. En je gaat minder geld verdienen in de maatschappij. En dan heb ik hier de laatste, heb ik gekeken naar opleiding. Er staat hier dan, dit is een website van PNPI, wat is dat? PNPI. Ik kan niet zo snel vinden waar het nou. Nou, het ziet er allemaal erg officieel uit. Oh, Post-Secondary National Policy Institute. Die is gebased. Hoe noemen we dat nou? Gedingest. Die verblijft in Washington. Gevestigd. Nou, wat zeggen die nou? Nou, die zeggen dat het gaat over opleidingen. Ze hebben punt 1 geconstateerd dat 10% van de studenten die zijn LGBTQ. 10%. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is als eerste. En dan staat er vervolgens dat meer dan 20 universiteiten, die hebben een speciaal kantoor of een of ander centrum waar LGBT speciaal voor deze groep, voor die 10%. En die mensen die daar werken, die krijgen daarvoor betaald. En dan 26% van de universiteiten hebben een verbod op discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Ja. Dat is allemaal erg leuk. En dan staat hier dat 75% van de LGBTQ-studenten hebben gerapporteerd dat ze seksuele
Ja, harassment, wat is dat? Geïntimideerd of zo? Minimaal één keer. Ik weet niet precies wat erachter zit. En 20% van de LGBTQ-studenten die waren bang voor hun lichamelijke veiligheid. Op basis van de genderidentiteit. Ja. Waar slaat het op? Dat weet ik dus niet. Hè? Dat... En 31% van de LGBTQ-studenten met een kleurlingen, die voelden zich buitengesloten, geïntimideerd. Die waren gewelddadig benaderd of vijandig. Ja. Maar ja. Wat is dat dan? Ja. Ik weet het echt niet hoor. Het is niet dat ik dit allemaal in twijfel trek. Maar ik weet niet wat mensen daarmee bedoelen. Wat is er dan gebeurd? Kijk, iemand die heel erg... naar buiten treedt met zijn seksuele neigingen, fantasieën, passies. Ja, die lokt ook wat uit. Want niet iedereen is daarvan gediend. Ik bijvoorbeeld, ik ben er niet van gediend. Ik zat een keer in de kroeg en er zat een jonge vrouw. En die gaat me dan vertellen, ik had haar een paar keer gezien en ze leek me eigenlijk wel aardig. En, nou. En dan ging ze mij zeggen dat ze lesbisch was. Denk ik, ja, ik kom in die kroeg om te kletsen, om een potje schaak te spelen, om een blootje te roken en mijn rode wijn te drinken. Nou, rode wijn is een groot woord. Azijn met een rood kleurtje. En dan ga ik weer naar huis. Ik wil helemaal niet weten wat mensen aan sekswensen, passies en zo hebben. En dat valt me dus op aan die LGBTQ-personen, dat ze daarmee komen. Nou, ik vind dat dus helemaal niks. Maar goed, dan... staat hier een hoofdstukje of een aantal puntjes. En dat heet uitdagingen. En dan staat hier als eerste LGBTQ-mannen. Wat zijn dat dan, hè? Ik denk dat ze... Een transgender man, dat ze daarmee bedoelen... een man die zich heeft laten castreren. Maar die moet je toch vrouw noemen? Dit is toch een transgender woman? Irritant taalgebruik. Ja, dat krijg je ervan, hè, als je dat begrip vrouw op de helling gooit. Maar LGBTQ mannen... die halen twee keer zo vaak hun bachelor's graad. In vergelijking met LGBTQ-vrouwen. Ja. En dan staat hier ook de waarschijnlijkheid dat een LGBTQ-vrouw haar bachelor's die opleiding afmaakt. Die is 25%. Dus met 1 op de 4 LGBTQ-vrouwen maakt de opleiding af. En dat is minder dan bij de heteroseksuele vrouwen. Want daarbij maakt iets meer als 1/3 de opleiding af. Ik vind allebei belachelijk laag, maar... So be it. Oh, hier zie ik het ook staan over het inkomen. Ja, precies, ja.
Nou, dan in 2015, de LGBTQ-vrouwen verdienden minder dan de heteroseksuele vrouwen. En dat scheelde 10%. En bij mannen was dat dus, wat had ik nou gezegd, bijna 20%. ...25%, zo'n beetje. Ja. Ja, dus dat weet je dan ook even. En wat je niet kan zeggen is dat het allemaal komt door de samenleving. De samenleving moet zich aan gaan passen omdat er mensen zijn en die willen van de grote toren afbrullen dat er iets is met hun seksleven. Daar heb ik toch helemaal niks mee te maken. Dat, ja. En wat je eraan moet doen, ik weet het niet, maar ik zou. Ja. Kijk, het zijn natuurlijk zielige mensen. Dat blijkt wel. Ja, ze gaan ettelijke jaren eerder dood. Ze hebben veel meer dan heteroseksuele mensen problemen in de familie en in de kennissenkring. Ze verdienen minder en ze maken minder vaak een opleiding af. En de algemene lichamelijke conditie is minder. Dus het zijn zielige mensen. Dat zonder meer. Die jongen hier in Arnhem die dan in vrouwenkleren in de rondte loopt. Waarvan ik je vertelde. Dat, ja, je kan wel met hem praten, maar hij is heel erg bezig met zichzelf. En hij zal niet vragen aan jou wat jij voor werk doet. Echt niet. Ja, die is ook zielig. En er zijn dan mensen in zijn omgeving die tegen hem zeggen van nou, maak je maar geen zorgen over die brief van de gemeente. Ik kom volgende week wel even langs. Maar die mensen van de LGBTQ-beweging in het geheel, dat zijn heel vaak mensen met een ontzettend grote mond. Ik liep laatst op een druilerige dag hier door het centrum van Arnhem, door de winkelstraat. En dan kwam er dus een mens langslopen en die zag eruit als een vrouw. Maar dan enorm aangedikte. Dus een jurk in hele felle kleuren en een hoge hoed op en dan make-up op, jongen. Zo de knetter. En ze had schoenen aan. Nou, waardoor ze wel 10 centimeter langer was. En was dat een vrouw? Nee, dat was een man. Maar die zag eruit als een vrouw. Ja. Wat denkt zo iemand nou in de maatschappij te gaan doen? Modekoning worden? Er is tegen mij wel eens gezegd van je moet het werken in je leven niet al te hoog nemen, want het is maar werk. En daar hebben die mensen gelijk in die zin dat het maar werk is. Het is echt niet. Ik heb heel lang gewerkt als computerprogrammeur, zelfstandig en dat was best wel een leuke tijd. Voor geen goud ter wereld heb ik dat willen missen. En nu heb ik dan werk en dan ben ik schoonmaker in de gehandicaptenzorg en dan loop ik toiletten schoon te maken. En ik moet je heel eerlijk vertellen dat ik elke dag als ik terugkwam van mijn werk, dat ik een heel erg voldaan gevoel had en dat ik ook weer van alles had meegemaakt. Je kijkt je ogen uit in die gehandicaptenzorg. En in positieve zin, hè? Maar bij die twee banen die ik dan heb gehad,
carrières. Nou, schoonmaken en gezondheid. Ik heb de zorg ook, maar ik zit nou in de ziektewet. De hele tijd heb ik geen zwabber meer gezien. Maar daar ben ik in juli dit jaar mee begonnen. Het is nu november, dus valt ook al mee. Maar daar gaat het. Op je werk gaat het erom dat ze van je verwachten dat je A, B, C, D, E doet. En meer niet. Mensen zijn niet geïnteresseerd in hoe het met jou gaat. En helemaal niet. Je hebt al mensen, ik heb al klanten gehad die geïnteresseerd waren in mij. Die hebben gewoon, doe je dit werk al lang en dan heb je ook een vriendin. En heb je kinderen en zo. Oh, je hebt mijn dochter, oh wat leuk. En, er zijn mensen die zijn in geïnteresseerd. Maar de meeste mensen die, ja, die zijn ook op het werk. En die willen het werk gedaan hebben. En oh, ben je daar? Ja, nou fijn dat je er bent. Wil je daarmee beginnen? Want dat is het hardste nodig. Ja. Het is maar werk hoor. En dat moet je gewoon doen. En als je dan binnenkomt in je LGBTQ, LGBTQ outfit. Of daar gaat lopen vertellen, ja, ik ben homo, hoor. Daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. Het is maar werk. Je moet je werk doen, daar krijg je geld voor. En voor de rest moet je je mond houden. Zo is het. En het werk zelf moet je leuk vinden en hoe jij verder in je leven in elkaar zit en met van alles, dat interesseert bottom line 90% van je collega's geen ene biet. En zo hoort het ook. Het is maar werk. Een vriend van mij die werkt in de bouw al zijn hele leven. En die werd een keer aangesproken door een collega met zoiets als, nou zeg, je mag het wel een beetje aardiger doen hoor als je kritiek hebt. Waarop mijn vriend tegen die collega zei van aardiger doen. Ik kom hier om te werken en niet om vrienden te maken. En als mij iets niet bevalt, dan zeg ik dat en hou ik geen rekening met de tere bouwvakkersziel. Als je prutswerk levert, dan zeg ik dat. En ik heb het idee dat die LGBTQ-mensen met, ja, maar in die, in dat biotoop, daar zullen ze niet lekker liggen. Nou hoeft niet iedereen bouwvakker te worden. Dat kan je wel overlaten aan mensen zoals die vriend van mij. Heus wel. Maar het is wel zorgelijk dat die mensen dat soort beroepen, ja, niet bekleden en dat ze dus veel vaker in armoede vervallen en de gezondheid gaat niet zo lekker en ze worden, ja, als het gaat over homoseksuele mannen, want die andere cijfers zijn niet bekend, maar die zijn waarschijnlijk net zo zorgelijk. Maar die worden dus tientallen jaren minder oud. Die gaan tientallen jaren eerder dood. Ja, wat is daar nou leuk aan? En als je die dingen nou op je in laat werken en je pakt dan nog een keertje erbij wat de Bijbel zegt over die levensstijl. Het minste wat je dan dient te ervaren is respect voor wat er in de Bijbel staat over die levensstijl. Namelijk dat het geen goed bericht is. Ze noemen dat dan een gruwel in de ogen van God. Taalgebruik. De Bijbel, zeg maar, die zou dus zeggen, het feit dat je 20 tot 30 jaar eerder doodgaat wanneer je een homoseksuele levensstijl hebt, is een kwestie van boontje komt om zijn loontje. En de moderne medische wetenschap, die heeft er dan een heel verhaal bij. Maar ja, het komt door die transgenderoperatie, of het komt hierdoor, of het komt daardoor, allemaal materiële oorzaken. En de Bijbel zegt, ja, die materiële oorzaken, die kan je vinden als je gaat zoeken met een vergrootglas.
Maar je wist het van tevoren al dat het consequenties zou hebben. Want het is afwijkend gedrag. Dat is wat de Bijbel zegt. En ja, kun je even kijken? Ik ga afsluiten hoor. Bijbel Publications. Statistics. Ja, er zijn tussen 1815 en 1975 5 miljard Bijbels geprint. Gedrukt, moet ik zeggen. En momenteel zitten we op 100 miljoen Bijbels per jaar die er gedrukt worden. 100 miljoen. Een behoorlijk hoeveelheid boeken hoor. Boek nummer 2 is dan denk ik de verzamelde werken van Harry Potter. Nou, dat tipt daar niet aan. Ja, het is toch een boek wat waar je niet omheen kan. Met 100 miljoen exemplaren per jaar die erbij komen op deze wereld. Een kwart van de Bijbels die wordt gekocht in Amerika. 25 miljoen Bijbels kopen die Amerikanen. En er zijn maar 300-400 miljoen Amerikanen. Ze kunnen er kennelijk geen genoeg van krijgen. Dus de Bijbel, staat hier ook, hè? De Bijbel is het meest verkochte boek van de aarde, van de wereld. Even kijken hoor, dat is nou. Kijk, dit is een list of bestselling boek eigenlijk. Ik ben aan het afsluiten. Echt. Even kijken wat hij erbij. Ik heb wel eens eentje zo'n lijstje gezien. Ja, The Lord of the Rings. Dit is 150 miljoen. En dan De Alchemist, 150 miljoen. Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry, 140 miljoen. Sprookjes van Grimm, dat is ook zoiets. Harry Potter, 120 miljoen. En De Hobbit, 100 miljoen. Hier staat de Bijbel niet bij. Ja, ja. Even kijken, nee, de Bijbel staat er echt niet bij. Ja, we weten het dus, hè. Dit gaat dus de bestsellers boeklist, dat wordt aangevoerd met de best verkochte boeken. Hè? Dan heb je het over 150 miljoen. Nou, van de Bijbel zijn er dus van, was het, 1815 tot en met 1975, was dat 5 miljard. En vanaf dat moment tot aan nu 100 miljoen per jaar erbij. 75, 95 is 20, nou dan zeg maar 40. En dan 40 keer 100 is 4.000.
Dus ook nog een keer 4 miljard erbij. Dus in totaal zijn er van de Bijbel 9 miljard exemplaren verkocht. Zeg 10 miljard. Dat is 10 keer zoveel als van het best verkochte boek. En het best verkochte boek is The Lord of the Rings. Nee, meer dan 10 keer zoveel. Even uitrekenen. Rekenmachine. Wat ik nog zeg, 9000 miljoen. Gedeeld door 150 miljoen. Nou, de Bijbel is 60 keer zo vaak verkocht als het best verkochte boek. 60 keer zo vaak. En aangezien die Bijbelverkopen voorlopig nog doorgaan met 100 miljoen exemplaren per jaar, dus, wordt het 60 keer zo vaak, 65 keer zo vaak, 70 keer zo vaak, 80 keer zo vaak. En straks is het 100 keer zo vaak. Alsjeblieft. Toch echt iets om rekening mee te houden. Nou. Ik vond het een hele informatieve nieuwsuitzending, waarin ik feiten van het internet heb verzameld en die statistieken even op een rijtje gezet. En dat ik duidelijk gemaakt heb dat die LGBTQ-mensen, dat die mensen een achterstand hebben. In levensverwachting, in gezondheid, in opleidingsniveau en in inkomen. Eigenlijk op alle factoren die het leven wel of niet aangenaam maken. Het zijn mensen om medelijden mee te hebben. Daar gaat het mee om. Ik wil niet dat die mensen gestigmatiseerd worden. Jij bent een homo. Nee. Als je iemand ziet, dan moet je denken, oh my god, wat erg. Want je kent de statistieken nu. Ja. En in vertrouwen dat jullie respectvol omgaan met deze mensen die een probleem hebben. Ze hebben een probleem in hun denken, en hun denken versus hun lichaam. En ze hebben dus aantoonbaar een probleem in de samenleving ook nog een keer. En dat je respectvol omgaat met deze zielige mensen. En wat je eraan moet doen, dat weet ik dan eventjes niet. Maar als christen kan je zeggen, gedenk die mensen in je gebed. En vraag God om jou te helpen om op de juiste manier mededogen te hebben met deze mensen. Want ze hebben het niet makkelijk in deze wereld. Snap je? Nou, in dat vertrouwen zeg ik tegen jullie, op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.